Hallo, mijn naam is Marco Dreyer, ik ben de cultuurvlogger en welkom in Museum Gouda in Gouda. We staan nu voor de tentoonstelling Koninklijke Kunst en dat is een prachtig mooie tentoonstelling. Ik heb er net al echt even doorheen gelopen. 4 zalen vol met, je raadt het al, koninklijke kunst, die helemaal rondom Wilhelmina is opgebouwd. Zij is op een gegeven moment koningin geworden, zij kreeg allemaal cadeaus daarvoor, maar ze schilderde zelf ook. Voordat ik jullie zo meteen even helemaal meeneem door de tentoonstelling, gaan we eerst met Jorien praten, want die heeft de tentoonstelling samengesteld en die heeft vast wat toffe dingen te vertellen daarover. Nou, we staan hier met Jorien voor de tentoonstelling Koninklijke Kunst die je in elkaar hebt geflanst, wil ik niet zeggen. Ja. Hele mooie tentoonstelling allereerst, weet je. Ja. Wanneer komt nou zo'n idee tot stand? Hoe lang geleden is dat gebeurd? Nou, het idee is echt al een paar jaar geleden ontstaan door de vorige directeur. Maar het afgelopen jaar hebben we het echt in gang gezet en zijn de bruiklenen officieel aangevraagd. En uiteindelijk hebben we dit in 4 maanden tijd ongeveer neergezet. En hoe werkt het dan? Want er zijn dingen die hebben jullie in eigen collectie. Is het dan, je mailt gewoon een ander museum en zeg je hallo, luister, ik heb dit werk nodig. Of hoe officieel gaat dat allemaal? Je gaat op zoek in collecties online, zoek je naar andere werken en dan kijk je of dat bij je concept past. En inderdaad, dan mail je andere conservatoren en vraag je heel lief of je het mag lenen. Ja. En hiervoor hebben we heel veel bruiklenen uit de Koninklijke Verzamelingen gekregen. Ja. En Paleis het Loo, wat heel bijzonder is. En voor Koninklijke Verzamelingen, ja, dat is de collectie van de koning eigenlijk. Ja. Dus dat privécollectie is eigenlijk. Ja, soort van. Van de familie, ondergebracht bij de Koninklijke Verzameling. Ja. Ja. En die collectie, ja, daar moet je echt goede argumenten voor hebben. Mag je die lenen? Oh. En topstuk van de tentoonstelling, de Polgrie-kast. Ja, dat is echt wel bijzonder dat we die hier mogen laten zien. Ja. Wat waren jouw argumenten dan? Mag je dat delen? Mag je die? Nou, één argument was dat het ook heel goed bij onze eigen collectie past. Oh ja. Waarin we de Haagse school hebben. Ja. En ja, daar vertellen we dat in de Polgrie-kast zitten heel veel Haagse scholers. Ja. Dus daarom past die hier perfect in Museum Gouda. Ja. Dus dan zei je, nou, het past zo goed. Hij moet eventjes op vakantie gaan. Heb jij een favoriet in deze tentoonstelling? Ik zeg nou die, of in ieder geval waar je blij van wordt om te zien. Of nou, die heel bijzonder is. Ik wilde heel graag een werk van Therese Zwarts in de tentoonstelling hebben. Dat is het babyportret van Juliana. En Wilhelmina heeft een opdracht gegeven aan Therese Zwartsen. Zij was de eerste vrouwelijke Nederlandse hofschilder. En zij is eigenlijk nog niet heel bekend in Nederland, maar ze is wel echt heel goed. Ja. En omdat zij ook heel mooi die band laat zien tussen Wilhelmina en kunstenaars, wilde ik haar heel graag in de tentoonstelling hebben. En je zegt ook, ze was de eerste vrouwelijke hofleverancier. Hofschilder. Oh, hofschilder, sorry. Ik had sowieso een beetje het idee ook in de tentoonstelling. We leren op een gegeven moment over een portret van de Siciliaanse bruidjes, zeg ik dat goed? Ja. Dat die is geschilderd door een vrouw, maar daar heeft zo onder, is er even opgezet door Isaac Israël. Hoe zit dat? Ja, dat is eigenlijk door de Polgrie-kast is een onderzoeker daarachter gekomen dat schilderij waar dus Isaac Israëls op staat, dat het niet door Isaac Israëls gemaakt, maar dat het signatuur vervalst is. En dat het dus door een hele nu onbekende Bramien Hubrecht is gemaakt, door een vrouw. Ja. En dat vertelt ook het verhaal van dat het werk van vrouwen minder waard is, dat zo'n naam als Israëls, tienvoudig de waarde misschien opeens. Wel. Los van deze tentoonstelling, volgens mij hebben jullie als Museum Gouda sowieso heel veel vrouwelijke kunstenaars wel in. Ja. Toch? Ja, als ik het goed zie heb. Je hier niet. Nee, zijn jullie hier? Zijn jullie de verkeerde zaal daarvoor? Maar ik wil toch even noemen dat jullie daar wel heel erg mee bezig zijn geweest. Goed vertellen. Vind ik gewoon even goed om te laten weten. Stel je voor, mensen komen hier. Wat is een werk wat je sowieso niet moet overslaan? Ik vind het werk van het huwelijk van Wilhelmina en Prins Hendrik, geschilderd door Otto Erelman, die heel veel opdrachten heeft gekregen. Dat vind ik een heel mooi werk, want daar zie je heel veel details in. En het is heel bijzonder dat hij zo'n hele volle kerk vol met mensen, dat hij dat zo goed heeft
kunnen weergeven en vastleggen op doek. En daarentegen weer het andere werk wat we ook van Otto Erelman hebben, van Wilhelmine op de Renkumse Heide. Oh, nee. Waar echt een enorm werk, met een enorm gouden lijst zit er ook omheen, waarop je dus Wilhelmina als jonge koningin net op de troon gezet eigenlijk. Zie je haar daar op die lege heide tussen allemaal militairen. Als trotse vorstin wordt ze daar eigenlijk gepresenteerd op het paard. Dus dat is ook een mooie tegenhanger daarvan. Nou, dankjewel. We gaan gewoon nog gaan kijken in de tentoonstelling. Ja, veel plezier. We staan, zoals je ziet, in de Rode Zaal. En hier begint de tentoonstelling Koninklijke Kunst. En nou ja, hier gaat het over Wilhelmina en de Haagse School. Hier leren we dat, misschien weet je dat al, maar hier leren we dat Wilhelmina in 1901 trouwt. Voor die bruiloft krijgt zij ook allemaal cadeaus. Nou, ik sta hier naast een enorm theeservies, helemaal op maat wat voor haar is gemaakt. Er liggen hier verderop bijbels in alle talen die binnen het Nederlands Koninkrijk hoorden. En een aantal van die cadeaus kwamen ook vanuit de Nederlandse koloniën. En dat is heel interessant om te zien. Wilhelmina is zelf nooit daar geweest, maar ze wist wel er heel veel van. Ze werd vanaf jongs af aan al geleerd over alle culturen, over dingen die ze moest weten. En dat zie je terug hier in deze eerste zaal. Nou, wat ik net zei, de cadeaus kwamen soms ook uit Nederlands-Indië. Wat een topstuk is wat niet hier in het museum is, en dat kan ook niet, is namelijk een enorme grote houten kamer. Die vind je namelijk op Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar ben ik wel geweest, die kan je zien in een eerdere vlog, bij de vlog over de Nederlandse Koninklijke Archieven. Dus als je die wil zien, ben daar geweest, kan je vinden in die vlog. Dat is heel bijzonder om te zien. Natuurlijk werd er allemaal geld ingezameld om cadeaus te geven aan de nieuwe koningin. Maar niet iedereen had heel veel geld om dat ook te kunnen bekostigen. Hier zien we een plakkaat hangen, een tekening van een bedank van de Groninger visvrouwen. En het is gewoon als een teken van we gunnen je heel veel geluk. Maar ja, niet iedereen had heel veel geld. Sommige mensen daarentegen hadden wel heel veel budget. Wie er wel heel veel budget hadden, waren Poelgje Studio. En Poelgje Studio is een kunstenaarscollectief wat nog steeds in Den Haag zit, waar je ook onderdeel van kan worden als kunstenaar. En zij gaven als cadeau deze enorme grote kast met meer dan 100 werken hierin. Het is waanzinnig om te zien en het is zo indrukwekkend, heel tof. Er zitten dus 116 werken in die kast en het zijn tekeningen, aquarellen, basreliëffen. Je kan er helemaal omheen lopen en vanuit elke hoek vind je weer nieuwe werken. En wat Museum Gouda heel goed heeft gedaan is, het zijn vrij kleine werkjes, dus ze hebben ook alle werken nog als een soort dia-show tegenover de kast geprojecteerd, zodat je alle details even goed kan bekijken. In de volgende zaal, de gele zaal waar we nu zijn, vind je werken die van de kunstenaars die ook onder andere in die kast hangen. Dus het is echt een diversiteit aan werken. Dus je hebt landschappen, portretten, hier rechts hebben we portretten, fruit, stillevens. Dus het is echt een samenvoeging van wat alle, van verschillende dingen. Een van mijn favorieten hangt hier links. Dat is een landschap van een aantal koeien. Dat klinkt misschien heel saai, maar het licht is zo mooi, vind ik daar, dat het valt. Ik zou daar heel lang naar willen kijken. Het over allemaal kunst en allemaal kunstenaars. Maar wat je misschien eens weet is dat Wilhelmina zelf ook kunstenares was. En de kroon op haar werk kwam toen Poelgje Studio vroeg aan haar, wil je niet werkend lid bij ons worden? Normaal is er altijd een moet je door de ballotagecommissie, maar dat hoeft dus niet. Maar ze stond er wel op, ik wil wel gewoon het lidmaatschapsgeld betalen. Dus dat deed ze. En hier hangen dus ook twee werkjes van haar wat ze heeft geschilderd. Erboven is een studie voor viooltjes, dus het is een onderzoek van oké, hoe kan ik het beste viooltjes schilderen. En hieronder is een houten chalet in de bergen, heet het. En landschappen waren haar favoriet, dus het is leuk om te zien dat ze zelf ook schilderen en dat dit het resultaat is. Ik sta hier voor een hardwerkende vrouw en het werk is trouwens ook door een hardwerkende vrouw geschilderd, namelijk Suze Robertson. Vrouwelijke kunstenaars hadden het vaak heel moeilijk, ook financieel. En vaak moesten ze kiezen of tussen carrière of tussen een kind opvoeden. En Suze heeft de keuze gemaakt, ze had een dochter, en ze heeft de keuze gemaakt om haar dochter ergens in een pleeggezin te stoppen, zodat ze kon blijven schilderen. Het zijn echt de moeilijke keuzes, want kan je je voorstellen dat je gewoon je kind wegdoet omdat je wil schilderen.
dan heb je echt wel een passie voor schilderen. Haar lievelingspony, die gaat met pensioen. Die pony heet Baby. We zijn nu in de laatste zaal, in de blauwe zaal. En hier wordt vooral laten zien dat de kunst een manier is om Wilhelmina te laten zien aan het volk. Dus dit zijn alle officiële momenten uit het leven en uit de familie, van de koninklijke familie. Dus statieportretten, medailles uitreiken, als ze net nieuw als koningin te paard met de militairen op stap gaat. Dus allemaal officiële momenten hier uit het leven van de koninklijke familie. Niet alle cadeaus kunnen heel blijven. Kijk, uiteindelijk werd Indonesië natuurlijk, Nederlands-Indië werd gewoon onafhankelijk. Wilhelmina bleef een beetje het gezicht van het kolonialisme. En dit werk is uiteindelijk vernield ook. En je ziet het heel duidelijk. Dit is een foto van dat werk. Het daadwerkelijke werk is in het bezit van het Rijksmuseum. Maar ja, je kan hier heel goed zien hoe zo'n werk niet alleen een werk is, maar ook symbool kan staan voor iets groters. Oh, ik had zo'n plofkop. Dat was een kale baby. Nou, dit is het werk waar Jorien over vertelde, het portret van Juliana. Het is enorm aandoenlijk. Ik vind het heeft echt een hele liefelijke sfeer met dat roze en de blauwe pop. En het is gewoon heel lief om te zien. Het is heel schattig. Ik sta hier bij mijn grote vriendin Emma en ik ga de vlog afsluiten. Het is een prachtig mooie tentoonstelling. De kunst spat echt van de muren af. Dus ik zou vooral zeggen, reis af naar Gouda. Er is naast het museum ook nog veel meer te zien en te doen. Het is een prachtig museum. Ik ben er al veel eerder geweest. Er zijn ook eerdere vlogs, dus kijk dat ook vooral echt even terug. Het is echt een tentoonstelling waar je wat leert. Het wordt meegenomen in de koninklijke collectie. Dus ik zou zeggen, kom naar Gouda.